Een nieuwe piepshow staat voor je klaar met een zes, misschien ook al een zevental onderwerpen. Ik heb er nog net eentje bij gezet en dat is namelijk dit onderwerp. Dat was ik helemaal vergeten, maar hoe kan ik het vergeten jongens, hoe kan ik het vergeten? We wisten het al, de E3 zou volgend jaar weer een, um, een offline, oftewel een fysiek evenement hebben. En eigenlijk concludeerden we allemaal hier op de redactie, ja, ik weet het niet man, met die ESA. bedoel, die hebben het al zoveel jaren laten zien dat ze het niet snappen. Uh, dat gaat nu niet worden. We hoorden al dat Summer of Games... dat hij ook een eigen evenement wilde gaan doen met uh, Jeff Keighley. En toen kwam opeens het bericht dat ReadPop... en die kennen wij dan eigenlijk wel... Kennen ah, wij heel erg goed. We hebben kennen zelfs een first look samen gedaan met ReadPop. Ja, precies. Uh, die In kennen samenwerking ook goed. met de New York Comic Con die ze ook deden. Ze doen ook de San Diego Comic Con. Ja. Een absolute grootmacht op het, uh, op het geven van uh, game slash nerdy evenementen. Star Wars Celebration, Comic Con, Pax, dat doen ze. Pax dat doen ze, ze is, Pax East, Pax West. Pax zeer, South, ja, ja. zeer succesvol. Uh, meer de first look aanpak qua, qua meer community driven en wel met stands. Ze hebben een goede band met de gamesindustrie. En zij gaan de E3 volgend jaar samen met. Maar ik denk gewoon dat zij het gaan doen. Want er is een uh, gast vanuit Reed Pop Die gaat het doen, die is aangesteld. Ja. Zij gaan het doen. En um, dat is positief nieuws, want ik denk wel, en daar, was, daar is eigenlijk iedereen het al in het wereldje over eens, als zij er niet in waren gestapt, dan was het klaar geweest. Want dit, dit kan nog wat doen, maar. Ik, ik vraag me, er zijn een aantal dingen die bij me opkomen. Ja. Ik, een aantal jaar terug toen ik naar de E3 ben gaan, ben ik daar uh, over de beurs gaan lopen met de directeur van Oké, okay, we, ja. we, we kennen elkaar heel erg goed. Ja. En um, uh, weet je, we zijn een beetje gaan kijken. En um, toen al was de conclusie als, um, uh, hoe zullen we het noemen, als persevenement, als mm -hmm. industrie-evenement... is de e een ten dode opgeschreven. Ja. Daar waren we het allebei over eens, van dit heeft geen toekomst. En toen, um, um, zij waren heel succesvol bezig met Pax... en ze waren bezig met consumenten-evenementen... en zien daar echt de toekomst. Omdat die consumenten ook deel uitmaken van de content... die je tijdens een evenement uh, creëert. Dus... Een goed voorbeeld zijn de cosplayers bijvoorbeeld. Iedereen die naar de comic komt verkleed gaat als cosplayer, is eigenlijk ook een beetje een onderdeel van een attractie. En dat vind ik dan ook leuk. Nou, dat zag je op de E3 had je dat allemaal niet. Alleen maar saaie sukkels in pakken die daar een soort van rondliepen <laughs> omdat ze zaken wilden doen. Um, ik ben vanuit dat perspectief geïnteresseerd waarom Reed pop Geïnteresseerd is dus in de E3. Ja. Ik denk eerlijk gezegd dat uh, um, dit in eerste instantie... Kijk, ze zullen er zeker geld mee verdienen. Hoor, en dat is natuurlijk altijd mm -hmm. belangrijk. Maar in eerste instantie denk ik ook dat de E3 uh, overnemen... is een beetje je grootste concurrent overnemen. Ja, het is, dat... het is nu nog wel een, 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 een co-op als het ware, maar... Was het niet Atari die Infogram had gekocht op een gegeven ja. moment? Omdat er waren, dat waren de grootste concurrenten van elkaar en op een gegeven moment. Atari won, uh -huh. die was succesvoller. Die kocht de Infogram. En flikkerde het eigenlijk ja. weer. gewoon een soort van fuck dat nooit meer. Voor eens voor altijd me afgerekend. En ik denk eerlijk gezegd: dat zou best wel kunnen zijn dat Repop. Op die manier kijk naar de E3. Die, die gaan nieuw concept uitrollen. Die gaan een publiekse evenement van maken. Mm -hmm. Het gezeikt stopt. De hele industrie moet meedoen. Ik denk dat de, Pop genoeg goodwill heeft bij de industrie om dat voor elkaar te krijgen. Ja, um, ja en het is alles of niets natuurlijk. Nee, nou ja, ik bedoel, ik heb even een stukje uitgelicht uit uh, het verhaal wat ik hierover gelezen heb. Dat is um, Kyle Marsden Kis. Hij is ReadPop Global VP of Gaming. Hij gaat het, uh, hij gaat het nieuwe E3-team. Forme um hij zegt for years we have listened he heard and studied the global gaming community's feedback E3 2023 will be recognizably epic a return to form that honors what's always worked while reshaping what didn't and setting a new benchmark for video game expos in 2023 and beyond. Now, dit is te vaag. Je kan hier verder niet zoveel uit uh, afmerken. Wat je natuurlijk wel had, is dat. Uh, Geoff Keighley met Summer of Games ook iets wilde doen. Ik denk dat ESA op dat moment dacht: oké, okay, fuck. De, nu hebben we een probleem. Want nu. Uh, je wil niet twee evenementen hebben. Er moet er één komen. Ik, wij, moeten, wij moeten iets doen. Om de industrie. Naar onze kant te krijgen. Want alle analisten zijn het er ook over eens. Dit is hartstikke leuk wat Reed Pop zegt. En fantastisch. Maar als PlayStation, Nintendo, Xbox, EA, Activision. zoiets so heeft van: dude, uh, ik heb geen zin om miljoenen euro's te betalen. Voor stands daar, um, ik doe gewoon online dingetjes, misschien een presentatie hier of daar, dan hebben zij ook geen evenement. Want Pax is toch anders. Zijn kleinere stands zijn veel meer indie, zijn veel meer community, uh, marktplaats gewoon als het ware. En dat is natuurlijk niet de E3, want hij zegt van uh, recognizably epic, a return to the form that anders wat always worked. Dan voel ik toch van dat is die grootsheid van wat we van. Het epicentrum van gaming. Daar ja. wil je aankondigingen hebben. Daar wil je niet uh, gewoon kijken. Gewoon ja, wat is er allemaal? Uh, kan ik nog wat leuks kopen op gamegebied? En uh, zijn er nog koepeltjes? Ja, maar, en... dat, maar die tijd is voorbij. En ik denk dat kijk, ik denk dat de ESA moeite heeft om dat los te laten. En ik denk ja. dat weet Pop kijkt naar dit evenement en zo iets heeft van. Dat is een schip wat al heel lang geleden is vertrokken. Ja. Um, je krijgt die aankondiging niet meer terug naar de fysieke E3. Je krijgt mm -hmm. ze misschien in, het, in de context van de E3, weet je, een ja. persconferentie van Partij X of van uitgeverij, whatever. Dat zul je hopelijk hebben. Dat heeft in ieder geval de E3 nodig om het fysieke evenement uh, weer een soort van <laughs> cachet te geven. Um, maar dat wil niet zeggen dat het fysieke evenement niet interessant is. Ik, ja, ik weet 100% dat je daar een, uh, een show kunt geven. Een, um, uh, ja, hoe zou ik het zeggen? Dat je daar gewoon een publiekse evenement van kan maken waar iedereen weer hyped voor is. Ja, nou, de naam is natuurlijk briljant. Daarom hebben ze het ook E3. 2023 een uh, event van Reed Pop genoemd. Zo ja. um, so slim, ik bedoel, wij kennen allemaal uh, de directeur en zo slim is hij ook wel. Hij is op zoek nu ook gewoon naar goede namen. Uh, community, er zit natuurlijk een hele ook wel een soort van community van mensen die de E3 kennen achter. Dus dat is natuurlijk een inkoppertje. Mm -hmm. Het probleem is exact wat de Gamescom heeft. Als grote partijen afhaken, ja, dan wordt het gewoon niet meer een mediabeurs, dan wordt het gewoon een. Een, een, een publieke beurs, en dan heb je opeens met hele andere budgetten te maken, want dan is het gewoon een Duits budget en die is vele malen lager dan een internationaal budget, en dat zal hier ook gaan gelden. Waarschijnlijk wordt de beurs nog meer geënt op Amerikanen. Ja, en um, ja, we gaan het mee, uh, meemaken. Ik bedoel, ik vind het wel weer interessant. Ik, ik heb nu wel weer een lichte hoop dat we volgend jaar hier misschien een, een leuke uh, trip naartoe kunnen maken. Ik, ik ben benieuwd waar ze mee komen. Ja, um, LA is fantastisch. En ze zeggen dat binnenkort uh, ja, de nieuwe mediaregistratie ook online gaat kopen. Dus laten we hopen dat we binnenkort hier meer over gaan horen. Gaan we naar uh, onze grote vriend uh, Elon Musk. Die heeft een beetje beef natuurlijk met Twitter. Hij heeft natuurlijk Twitter gekocht, uh, maar al de laatste weken. Ja, leek het er alsof hij er een beetje van af wil. Maar hij was in ieder geval. Hij wilde een aantal dingen duidelijk hebben van Twitter, met name over de spambots. Hij zegt dat hij dat niet duidelijk krijgt. En nu heeft hij eigenlijk gezegd van ik wil gewoon van deze deal af. Um, Twitter zegt dan van oké, okay, we houden die aan je contract. En dan gaat het weer voor kort. En dan zegt hij van Nou prima. Want dan kan ik tenminste zien hoeveel zwambots er zijn. Hmm. Um, ik vind Willemous maar dat is een beetje mijn mening. Ik vind het een beetje een fantast, maar wel hij doet wel dingen, maar ik vind hem apart en niet super betrouwbaar, maar ik weet niet wat jouw mening? Nee, precies dat. Ik, ik, ik heb eerlijk gezegd, de, mijn vraag of hij die, of die überhaupt van plan was om Twitter te kopen. Kijk, ja. Hij heeft eigenlijk zijn punt gemaakt en dat is namelijk dat Twitter een soort van politiek correcte uh, media platform was geworden waarbij mm -hmm. uh, een soort van fact checkers werkten, wat in de realiteit gewoon studenten waren van uh, begin twintig of nog niet eens, die gewoon een bepaald wereldbeeld hebben wat ze aan het uh, enforcen waren op Twitter. Dat is natuurlijk heel schadelijk. Um, het is wel zo dat uh, hij op een gegeven moment zei: Van ik, de deal gaat niet door, tenzij uh, de het management van Twitter mij data over de werkelijke hoeveelheid abonnees van Twitter uh, ja. aanlevert. Dat ze hebben ze gedaan naar verluid. En daarop heeft uh, Elon Musk gezegd: Van oké, okay, dit zijn te veel spambots, dit gaan we niet doen. Twitter heeft gezegd: Van die spambots heb je zelf opgestart omdat nou ja, zegt om dat, de dat deal uit wil. Uh, hij zegt dat. Twitter heeft gezegd dat het 5% van het bestand was. En nee, dat is het veel meer. Geloof dat niet. Nee, en ik, mo ik moet je eerlijk zeggen, ik ben een Twitter gebruiker, ik geloof dat ook niet. Nee, dat... dat er zijn ja. echt on... Ik wil, als jij tweets met bepaalde keywords plaatst, ja. dan krijg je automatisch krijg je allemaal onzinberichten. Echt van, ga naar deze site voor bla, weet je. En dan, de, ja, nou ja, het is, het bedoel, ze halen er een miljoen per dag weg. Dat las ik ook. Ja, maar en, misschien is dat dus maar dat een fractie. Een ja, nee, dat is zo. De vraag is dus, en daar komt niemand 100% achter... omdat met name Elon Musk natuurlijk ook gewoon uh, niet op een gewone meisje communiceert met media... dat je niet weet wat er nou achter zit. Hij kan er niet eerlijk over zijn. Want kijk, er is iets anders. Hij heeft dat geld, die 44 miljard ja, die hij nodig had... Ja. heeft hij geleend. Uh, gewoon van banken. Ja. Uh, met als onderpand zijn aandelen Tesla. Ja. Uh, de aandelen Tesla waren flink in elkaar gesloten. Gaan nu live op, weer omhoog. Ja, gaan live, <laughs> omdat Om dat Twitter nu weer naar beneden gaat. Precies, ja, ja. inderdaad. Ja. Maar goed, dus, um, uh, daarin zat dus het probleem... dat hij meer onderpand moest afgeven voor die 44 miljard. Daar had hij gewoon geen zin in. Nee. Dus het kan heel goed zijn dat er een soort zakelijke uh, um, uh, reden uh, ten grondslag ligt aan het feit dat hij van Twitter af wil. Ja. Um, ik vind het, uh, ik moet je eerlijk zeggen, het hele idee dat je 44 miljard betaalt <laughs> voor het netwerk wat Twitter heeft opgehaald, want, ja. want die techniek zelf, ik bedoel, weet ik veel, Trump heeft er eentje, dus je hebt Kitter of getter, in ieder ja. geval fucking Twitter klonen uh, uh, je al niet hebt, maar het werkt allemaal niet, omdat je het netwerkeffect mist wat Twitter wel heeft. Dus mm -hmm. dat, je kunt het, je kunt het niet kopiëren, maar het netwerkeffect kun je niet kopiëren. Dus Elon Musk zou dus 44 miljard betalen alleen voor het netwerk van Twitter. Ja. Uh, als je dan ziet dat er zoveel nep-accounts tussen zitten, dan snap ik dat dat netwerk misschien wel minder waard is. Dus je hebt ook kans dat hij misschien Straks een aangepast uh, bod doet van 20 miljard of iets dergelijks, wat ook nog doorgaat, dat zou ook ja, kunnen. Ik, ik weet, het niet. Volgens maar... mij kan hij eruit, maar dan moet hij een miljard betalen, dan zouden ze het kunnen ontbinden. Dat, dat stond in het contract. In ieder geval, okay. um, ja, het is een apart verhaal. Ik bedoel, ik, ik, ik bedoel, aan de ene kant, het is een fascinerende kerel. Ik, ik las ook vandaag weer dat hij nu een tweeling heeft. Dat is een negende kind, ook weer bij oh, ja. een andere vrouw. Hij is een ongeleid projectiel. Maar ja, goed, ja, nogmaals, er zijn een heleboel mensen in de wereld ongeleide projectiel. Alleen hij heeft een platform. Want hij is natuurlijk gewoon bekend. Hij, veel mensen volgen hem. Hij is in staat om uh, Bitcoin omhoog en omlaag te krijgen. Ik bedoel, hij heeft heel veel macht. Is, weet je wat ik denk? Ja? Ik denk dat hij zich uh, uh, op een gegeven moment verkiesbaar stelt als president van. Amerika. Dat zou zo maar kunnen. Want ja. ik vind hem daar. Ik bedoel, als je, uh, weet ik veel, raketten naar Mars wil bouwen, waarom dan niet gewoon president van Amerika worden? Ja. En om heel eerlijk te zijn. Die Kijk hem nou, daar, die foto. die ja, daar, ja, ja. Ik bedoel, ik vind dit... dit. Uh, uh, een bazenfoto. Maar dit is toch beter dan die halve demente bejaarde die er nu zit? Of die, 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 die er altijd zit. Het is altijd demente bejaarde. Ja. En nu, uh, uh, ja, weet je... Ik, 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 ja, ik, ik weet het niet wat het is, maar ik, ik ben ge echt geen fan van Elon Musk. Ik heb het idee dat hij een agenda heeft die het daglicht ook niet kan verdragen. Ja. Oh. Maar ja, aan de andere kant... Hij, hij heeft wel kleur, weet je. Het is wel een, een kleurrijk figuur. Ja, Um, vraag even aan de redactie of uh, mijn, uh, mijn PC wat stroom kan krijgen, anders uh, vliegt hij er straks uit. Maar ik ben het wel uh, met je eens dat uh, Elon Musk. Um, ja, het is wel, het is wel een, 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 een type die. Uh, ja, ik, 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 ik ben altijd benieuwd hoe het nou bij, bij zo iemand. Uh, uh, hoe dat nou in zijn werk gaat. Ik bedoel, oh, staat hij van. op en heeft een idee en dan. Hop, uh -huh. gooit hij zijn bal op. Ik denk dat hij, dat hij een bal opgooit. Hè. Hij is absoluut een ballengooier. Terwijl jij nu even je stroom? Dan ga ik je ook nog wel helpen. Wil jij, hè? Ja, nee, maar ik, ik kan het niet goed zien. Ah, daar. Ja. Ja, dat is het. Doen we gewoon even live tijdens deze peep show. Doen we maar. gewoon even stroom in je laptop. Waar, 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 waarom niet, inderdaad? Ja. Het, het is een aparte dude. Um, ja, Twitter is nu weer helemaal in de min. Uh, nou goed, ja, ja. het is allemaal grappige live. Ik vraag me ook af dan. Zij doen toch ook onderzoek naar zo iemand? Ik bedoel, waarom ja, zijn ze daar ja. opeens mee eens? Ja, maar wat wil je onderzoeken? Hij is de rijkste man ter wereld. Als, ja. zegt, als de rijkste man ter wereld voor jou neus staat en zegt: van, Luister, ik wil alles wat je hebt kopen over 44 miljard. Dan zeg je toch ja, weet je? Ik bedoel, dan ga je niet twijfelen of hij het geld wel of niet heeft. Ik bedoel, ja. Want hij heeft ook geen moeite om het bij elkaar te krijgen. Dat is het allemaal niet. Nee. Het is iets anders. En ik denk eerlijk gezegd dat uh, de beslissing om Twitter te kopen ook een emotionele beslissing is geweest, omdat mm hij -hmm. gewoon, ja, Elon Musk heeft zelf gewoon heel veel volgers, en um, hij was gewoon gefrustreerd over hoe dat platform werkte. Ja. Ik denk dat hij later is gaan praten met adviseurs en. Die hebben zoiets van oké, okay, je gaat 44 miljard uitgeven, maar ik dat... je dat die luistert naar adviseurs. Ja, dat denk ik wel. Ja. wel. oké. Okay. Ja. Want ik denk ook dat die op een gegeven moment zich realiseerde van, maar ik ga die 44 miljard nooit meer terugverdienen. Nee. Ik ga geen cent verdienen met Twitter. En nee. dat is Twitter verdient ook niks. Weet nee, je, Door, nee, nee. Dat het hele idee dat er advertenties in Twitter, niemand zit erop te wachten, dat platform is niet gemaakt om geld mee te verdienen. Nee. En ik denk dat Elon Musk zich dat realiseert op een gegeven moment en zoiets van ja, fuck, waarom. Hoe kom ik, ik hieronder uit? Hoe kom ik eronder uit? Nou. En misschien is een miljard dan wel goedkoop. Dit, uh, dit wordt ongetwijfeld vervolgd. Het lijkt, erop, het lijkt erop dat dit een rechtszaak gaat worden. En um, dat is dan wel interessant, want dan moet iedereen vol met de billen bloot en komen ook alle documenten naar buiten. En dat is ook wel interessant. Ik wil wel eens weten van wat op Twitter is nou echt en wat is nu allemaal aan spam. Want... Um... Ja, dat, dit is dan een methode. zo'n zo zo Voor kort moet je dat gewoon vertellen. Dus dat wordt interessant. Dan ja. uh, Sony. Nou, we hebben het heel vaak over PlayStation. Maar Sony is natuurlijk het moederbedrijf. En uh, zij kwamen onlangs met de zogenaamde: uh, volgens mij is het Inzone. Ja, in zo'n uh, nieuwe hardware: een scherm voor je PlayStation. En dan headsets. Um, er komt nog een controller aan. Is een nieuwe brand en nu heeft en ik moet even zoeken hoe deze meneer heet, want dat weet ik echt niet uit mijn hoofd. Um, het is executive deputy president Kazuo Ki, die heeft um, onlangs gezegd: Van wij hebben de ambitie, en dan komt die, dames en heren, hou je vast om de Nike van esports te gaan worden. Nee, dat zegt hij niet, hij zegt hij, de uh, wat Nike Sony is voor basketbalschoenen. Ja, oké, okay, maar bedoel dus ja, nou ja, goed, dus. Hij, wil, hij, hij wil, wil eigenlijk wat hij zegt. Hij wil de Jordan worden van e-sports. E en toen dacht ik eerst ging ik lachen. En toen dacht ik eigenlijk: nee, dit, dit, dit zou. Ik vind het niet eens zo'n dom idee. Want kijk, Nike heeft gewoon. Een ongelooflijk goede en coole naam. Dat, dat is een heel ja, moeilijk. Is in, stuk te Jordan krijgen. wordt niet eens als Nike-brand in de nee. markt gezet. Dat is het rare, dat hij dat ook zegt. Dat hij zegt wat Nike is to basketball. Nike ja. is niks to basketball, shoes. Jordan. Het is Jordan. Ja. En uh, tuurlijk, oké, okay, weet je, je hebt ook de Dunks en de Air Force One's en dan weet ik van wat. Je hebt wel basketbalschoenen van Nike, maar Jordan overschaduwt dat heel Zeker. erg. Zeker. Dus, Um, ja, ik denk als je zegt Nike is tobazen, dan heeft hij het over de zakelijke kant ervan. Dat is gewoon dat Nike die markt gewoon behoorlijk uh, gecornerd heeft. Ja. Ook bij gebrek aan, um, aan concurrentie. Ik weet dat Converse ooit in dat segment zat. Ah, dat is wel een heleboel. Ja, maar nooit ja. zo groot. Het grappige is dat de meeste mensen, de sporters, ook nog wel vaak niet op Nike spelen. Maar het is met name de uitstraling hebben ze om van die basketbalschoenen ook streetwear te maken. Die maar dat gaat Sony nooit kunnen doen. Alleen dat merk al in zo'n. Ja, nee. Wat een vervelende, ver verzonnen uh, ja. marketingconcept. Ik denk dat dat een Aziatische is. Die komen altijd met rare. Slogans, nou nah, dat weet ik niet. Ik, ja, op zich, uh, Japanners kunnen best wel brands neerzetten. <kwijnt> dat is het niet, maar dit is dit zat helemaal nergens op. En ik, ik misschien zijn de producten heel goed, voor daarvan, maar dat in zone dat voelt helemaal niet. Ik bedoel. Ja. Kijk naar gewoon goede merken in dat segment. Weet je, mm -hmm. Beats by Dre, weet je, gekocht door Apple. Uh, gebeurt verder ook moer mee. Uh, uh, weet je, als je het hebt over, over headsets. Uh, uh, ik, wat Turtle Beach heeft gedaan was al vele malen uh, meer indrukwekkend. Ja. En het stom is, Sony is zo raar met die hardware. Want ze hadden ook, had je bijvoorbeeld de Vaio, kan je dat nog herinneren? Ja. Dat was gewoon dat was die paarse laptops dat was dat was echt veelbelovend mm -hmm. op stekker eruit weg ja het gewoon weg uh, hetzelfde met hun telefoons Sony hele, Ja, hebben ze helemaal aan Ericsson verkocht ja. en vervolgens niks meer mee doet en dat Sony start de hele tijd van dat soort dingen mm -hmm. en vervolgens trekken ze vreemd van de conclusie van ja dit werkt niet nee. en dat is niet de juiste instelling de juiste instelling is dat je het begint vanuit een kleine oplagen vanuit een heel specifieke kleine uh, niche doelgroep en je bouwt het op tot iets heel groots. Maar Sony kan dat niet, want Sony is Sony, dus die moet een concept neerzetten mm -hmm. over de hele wereld in sports en dan krijg je dit soort verzonnen inzoontjes. Nou ja, het ding is ook, en daar heb ja. oh, ik al Into your son, in zoon. Ja, man, het is heel het gamey, ik bedoel, dat, dat, dat. Nee, maar het is niet gamey, het is verzonnen en kut. Ook. Het ding is. Wat betekent dat? Into your son. Het voelt als aanranding. Blijf uit mijn zoon, weet je? Jo, bedoel je Into my zoon? Maar ja, komt uh, meneer uh, Kizhou -Ki, Dat weet, dat de weet de ik niet. ongeveer. Waarschijnlijk door dezelfde. Ik uh, staat er heel hoe, dichtbij. O, hoe ze op even. een rare uh, 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 witte wafel zijn gekomen om daar een PlayStation 5 van te maken. bedoel. Ja. Um, het ding is ook. En dat is eigenlijk een valkuil waar veel mensen in lopen. Is dat. E Sports is ja, hoe groot is e-sports? Weet je, als hij heeft het dan ook over 577 miljoen mensen dat is de markt uh, gigantisch. Weet je wel, uh, wij willen de pro-e-sporters, die willen wij dan hebben, want de pro-e-sporters, net als Michael Jordan of uh, uh, Kobe Bryant, weet je dat die, die, als die die schoenen dragen, dan gaat iedereen die schoenen dragen. En ja. de vraag is dus, in hoeverre ik geloof het wel in, een, in bepaalde gebieden in Azië, maar gaan jongeren hier bij wijze van spreken die headset kopen... omdat een bekende e-sporter die headset heeft. Het is Razer. Dat soort merken vaak nog niet eens gelukt. Dat wordt nog steeds al top specs verkocht. Van, hey, die heeft hier dat? Ja. Nee, ik, ik denk eerlijk gezegd dat de markt daar totaal niet rijp voor is. Nee. En dat is natuurlijk... Ik bedoel, wat je niet moet vergeten is dat... Uh, dat Jordan-merk... Bij mijn weten is dat uit de jaren 90, begin jaren 90. Dat is inmiddels al 30 jaar oud. Ja. Zo lang, 30 jaar lang flink adverteren. Weet je dat? Ja. die brand bouwen daar, daar, daar begint Sony dan nu mee. En ze staan al 30 achter met die stomme in zo'n. Uh, 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 en, en je hangt het branding. op aan een, aan een exceptionele sportman. Die, die uh, tot aan de dag van vandaag is er nog geen. Maar, ik bedoel, je hebt wel fantastische ja. basketballers. En Precies, stemmen, wie is de Michael Jordan van de e-sports? E exact, wie, wie gaat dat zijn ja. uh, in een sport die. Fluffy binnen... 3000, weet je dat nee het maar het dus, is heel moeilijk in. het zijn ook niet de, de 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 idolen qua qua hoe heette die die die, die guy die vroeger zo goed quake kon spelen dat was een van de eerste pro gaming ja, ja, het nog pro goed, gaming. ja. Die is nog een keertje bij ons uh, geweest en dan we het, uh, zijn we allemaal door hem ingemaakt ja en dan had hij altijd mocht hij die games van tevoren spelen en daardoor werd hij dus zo goed in had ze van met sidecom of logitech had hij zijn eigen ja. samen hoe heette die guy nee, ja ik 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 maar dat weet het bedoel het ik je ge geen ik, weet idee nee nee maar dat bedoel ik maar is en als ik zeg hoe heette die die lange basketballen goed was uh, bij de Lakers nou op weet je dan is het uh, Michael Jordan nee die bespelde bij Chicago hè oh, oh. oh ja ja ja, ja. Irving, kijk Ja, ga ik al ja, nee, nee maar goed wat die van de Lakers uh, Karim Abdul Jabbar Daar ben ik die heb ik wel. ook nog ja je heeft toch aids gekregen op een gegeven moment uh, nee dat is weer die andere dat is die Johnson uh, magic, oh, magic Johnson. Johnson daarmee ben ik nee maar dat zijn heel veel en, en kijk die gasten hebben ook een soort van glitter en glamour hè ik bedoel of het nou dat hij met meer dan 10.000 vrouwen heeft geslapen maar ze gaan naar feesten toe ze hebben vaak kledinglijnen Doe als je het kijkt naar wat zijn de grootste sterren op dit moment dan zijn het over het algemeen gewoon uh, de League of Legends teams. Nou, dat zijn studenticoze, super slimme gasten die vooral acht uur per dag achter een scherm zitten. Ja, ja hoe ga je daar een rock'n'roll ster van maken met, 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 met vette fotoshoots? Met het dat, dat zie ik dan voor me. Van het is wel grappig dat Sony wel aan het zoeken is waar kan ik dan nog mijn geld verdienen binnen gaming. En dat is nu opeens Nee, maar ik, 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 weet je, ik snap heel goed dat als je naar Excel zit te staren en je ja. denkt van oké, okay, maar hier is een segment waar eigenlijk nog geen, wat niet bereikt wordt, dat je niet verder kijkt en je niet afvraagt waarom wordt dat niet bereikt. En dat de reden dat dat niet bereikt wordt, is je zegt het al, uh, e-sports is nog geen lifestyle geworden. e-sports is een hele rare, uh, niet bestaande niche. Weet je? Ja. Ik bedoel, iemand die. Het is, dat is ook een ding, hè? Ik bedoel, basketbal mm -hmm. is een. Is basketbal. Je maakt niet sportschoenen als het ware. Je maakt basketbalschoenen. Ja. Weet je, en als jij um, uh, dan zegt van oké, okay, ik maak gear voor e-sports. Dat is hetzelfde als je zegt ik maak kleding voor sport. Weet je? Ja. Dat werkt gewoon niet op. Ik bedoel, het is, het is de niche is veel kleiner. Dus dat betekent dat ze moeten dan zeggen van nou, we hebben hier een headset. Die is specifiek voor. Uh, weet ik veel, de League of Legends. Uh, uh, voor dat en dat team. Of voor dat en dat. Uh, mm -hmm. Voor die sport. Maar in dat segment, als je daarna onderzoek gaat doen. Dat bestaat al lang. Nee. Je hebt al de Call of Duty-branded headset. En de Call of Duty-branded muizen en toetsenborden en weet ik wat. En die zitten ze altijd kut. Omdat je weet gewoon van. Ja, ze hebben betaald voor die branding. Ja. Voor, die, voor die merknaam. En dat gaat ten koste van de kwaliteit van het product. Mm -hmm. Dus dat, dat, dat werkt helemaal niet op die manier. En. Ik denk dat Sony gewoon vergeten is te kijken naar al die seg specifieke segmentjes. En gedacht heeft van e-sports, nee, e dat is gewoon in een, zijn een, een totaliteit één niche. Um, en ik denk dat ze daar een gigantische fout maken. En die ja. fout gaat zo groot zijn dat deze hele uh, into your zone cutshed uh, <laughs> van zich... gewoon gaat, gaat verdwijnen heel snel weer. Ja, één ding hebben ze wel gelijk in. Er is nog geen dominant merk à la Nike in de e-sportsbranche. Ik bedoel, er zijn heel veel merken. Er is nu niet één merk wat zeg maar van... oké okay, dat dat is echt het hipste merk. Uh, er wordt ontzettend veel gebeld. maar dat komt ook omdat heel veel merken er ook weer uitstappen. Ik bedoel, uh, um, of uh, ja, omdat ze onderzoek gaan doen naar, naar het bereik. En dan schrikken ze zich rot, want dat is het ding. Weet je, ik, we hebben die, dat van dichtbij gezien. Weet je, mm -hmm. dan wordt zo'n hardwaremerk wordt benaderd door een van de salesfiguren uit de e sport zien. en dan. Um, en Dan zeggen ze van uh, ja kijk hier, hier hebben we beelden van Katowice in Polen en dan laten we zien hoe vet... en echt nou, stadion vol ja. weet je weet ik van honderdduizend man daar het gekkenhuis. en uh, nou dan gaan de, uh, worden ze uitgenodigd weet je dan gaat die marketingmanager gaan naar Katowice en dan zeggen ze... wauw, dat e-sport is groot dat we dit niet gezien hebben nou dan gaan ze een samenwerking voor een of ander lokaal e-sports evenement gaan ze doen. En dan uh, krijgen ze volgens een reportage van de mediebureau... en die cijfers zijn om te janken. Ja. Je, er heeft niemand gekeken, er is niemand gekomen. Het is gewoon uh, nul impact geweest. En het heeft bakken vol geld gekost. Nou, en dan is het klaar. Op een gegeven moment hebben ze iets: hoe kan het dan? We hebben die shit gezien. En hier werkt het niet. Hoe kan het dan? Ja. En op een gegeven moment krijgen ze, uh, spreken ze iemand die er wat realistisch in staat. En die zegt: ja, luister, die e-sports, dat is alleen maar leuk. Dat toernooi in Amerika, dat toernooi in Zuid-Korea. Dat uh, evenement in Polen. Mm -hmm. Weet je? En het zijn er een handvol op jaarbasis. Daar kun je ja. iets mee doen. That's it. En wil je iets anders? Ja, dan ga je uh, echt serieus het moeras in tot aan je middel. En dan ga je moeten proberen om jezelf een plekje naar voren te, uh, te vechten. In duizend en één kleine marginale kut-evenementen. Mm -hmm. En dat is, uh, dat is heel erg moeilijk. Dat, dat is geen manier waarop grote merken marketing doen. Ja, um, tot slot ook één ding waar ze, um, wat ik ook apart vind. Uh, als ze het dan vergelijken met Nike, is het niet per definitie dat Nike de beste schoenen heeft. Ik denk ook niet dat. Uh, Michael Jordan de beste basketballer was omdat hij op die schoenen speelde. Die gast was gewoon fucking reet. Die directeur die heeft het dan wel de hele tijd over de monitoren die ze gaan doen met, uh, met Inzone. Die, um, uh, hij zegt, als je een klein beetje latency hebt, dan kan je nooit de, de beste sporter worden. Dus gaan wij monitoren maken die dat allemaal zullen gaan bezitten. En dan denk ik van, oké, okay, je komt net ook weer op die markt. Die markt is fucking competitive. Ja, Al die merken, de LG's en wat er ook allemaal is, die komen constant met merken. En zij komen daar nu in. Dus um, zij vergissen zich op waarom is Nike groot? Dat is die coolheidsfactor van, van mensen. Ja, lifestyle, ja. Lifestyle. Mensen vinden Mark Jordan gewoon een coole gast. En dan hebben ze iets van oké, okay, hij heeft die schoenen aan, dan doe, ik, dan doe ik die schoenen aan, dan ga ik lekker op straat mee lopen. Maar sterker nog, als jij een in zone monitor ziet, dan heb je niet zoiets van: hé, hey, weet je, dat is premium uh, line. Dat is 30 jaar lang adverteren voordat je dat ik, van elkaar krijgt. Ik denk dat heel veel pro spelers vertrouwen, want die, die schermen, dit zijn krankzinnig goede schermen te krijgen van waarom zou je op dit moment een PlayStation scherm ja behalve heel veel geld betalen. Nee, maar het ding is ook nog eens een keertje als jij een nieuw scherm koopt, dan ga je researchen wat is het beste scherm? Dan ga je naar exact. weet ik veel naar, naar uh, Tweakers of naar uh, ja. hardware info en dan ga je al die specs uitpluizen totdat je zeker weet dat is de maand die ik En nodig dat doe heb. je dus nooit bij bij, bij schoenen. Ba basketbalschoenen. Je gaat niet een review kijken hoe de nee, specs nee, nee, zijn. Nee, de is... unboxing van je basketbalschoenen, weet je? Exact. Ik bedoel... Het kan wel zijn dat bijvoorbeeld een bepaald merk wat lekkerder in de voeten ligt of zo. Nee, maar en je maar, ziet iemand erop lopen. Je denkt. Fuck, wat ik wil shit, ook ja. die shit. Weet je. En, dat, dat is het. Exact. en dat is het. En dat gebeurt niet dat met je nee, nou, nee. En dat is ook een ander ding. Hè, want ik, ik weet eigenlijk. Ik, ik, misschien heeft Sony een eigen fabriek, maar ik betwijfel het eerlijk gezegd. Ik dacht dat bijna ja, alle brak, schermen. Ja. Ja, maar die merk hebben ze wel, maar al ja. die schermen komen bij Sharp vandaan. Sharp is okay. een van die grote LCD-fabrieken. Uh, um, en daar, weet je, LG... Volgens mij komt alles komt daar vandaan. Mm -hmm. um, en dan, weet je, dan doen ze er een LG-stickertje op en dan is het een LG-monitor. Maar die op zich, die monitoren zijn allemaal nagenoeg hetzelfde. Ja. Dus dat... Uh, um, ja, het is heel nee. erg lastig om een nieuw product te maken. Dus... Um... Ik vond dit nogal wonderlijk. Uh, uh, uitspreken de Nike uh, te zijn uh, van. Uh, of in ieder geval uh, hetzelfde te gaan doen wat Nike met basketbalschoenen doet. Um, om dat ook te gaan proberen in e-sport. Ik, 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 uh, ik moet het eerlijk nog. Uh, ik moet het nog maar zien. Ja. We gaan het volgen. Um, Rockstar. Ja. Is er vorige week ook al wat nieuws over gekomen. En eigenlijk dan met name dat ze geen grote online updates meer gaan maken voor Red Dead online. Red Dead Online. En dat ze de. Productie van een GTA 4 Remaster en van een, Red Dead, uh, van een Red Dead Redemption 1 Remaster hebben stilgelegd. Ik denk dat laatste deels ook omdat GTA Trilogy echt een drama was. Dat ze dachten: oké, okay, dat moeten we niet nog een keer uh, opvukken. Maar zij zeggen ook: alle resources gaan nu op GTA 6. Ja, ik ben benieuwd. En, en zij ze volgende... zeggen ook van: ja, um, yeah, ze begrijpen dat GTA 6 uh, moet de expectations. Ja, overstijgen. Weet je, het moet nog verder worden dan je al denkt. Maar weet ja. je wat ik dan vind? Nu zijn ze zelf de lat nog hoger. Ja, weet je, ik bedoel dat, dat dat is het lastige. Ik vind het allerknapste van GTA 5 is dat ze die gigantische hoge. Um, uh, lat zelf waargemaakt hebben. Ja. En nu leggen ze hem zelf nog hoger voor GTA 6. Ik moet je eerlijk zeggen als GTA 6 uitkomt en hij is net zo goed als GTA 5, <laughs> is die zou slecht. ik het ook wel goed vinden. Ja, ja, ja. Nee, dan zou ik het ook goed vinden. Maar het zou, nee, het moet nog beter, nog ja. groter. Ja, ik vind het het is, dit, dit, het is natuurlijk gewoon een, een, een monster van een game geworden, ook qua inkomsten, 150 miljoen stuks verkocht. Dat is natuurlijk ook een zwaard van Damocles wat je de boven hangt, ook aan verwachtingen. Dit is Cyberpunk mal 6, uh, The Witcher mal 8 bij. Van spreken weet je wel, iedereen verwacht dat het nog breder gaat worden. Um, wat interessant is, dit was natuurlijk een investment uh, meeting. Um, ze zeggen niet wanneer, alleen um, in de plannen die ze dan zeggen wat zijn de inkomsten de komende jaren zit uh, 9 miljard consumer spending in 2024 en dat kan eigenlijk alleen maar als er zo'n grote game gelanceerd wordt. En de, voorlopig gebeurt er eigenlijk niet zoveel dus dat moet dan waarschijnlijk GTA 6 zijn in 2024. Ja, um, maar dat is niet ver weg, weet je. Ik nee. Wil, dat is over twee jaar. Ja. Uh, minder dan twee jaar, anderhalf jaar, komt die game dan uit. Uh, dat betekent dat pak een beet volgend jaar uh, vroeg volgend jaar de game af moet zijn. En dan heb je nog. Een jaar lang om te tweaken en uh, het is ook de vraag of er bijvoorbeeld gelijk een GTA 6 online komt, want dat is heel erg veel werk en dat was bij GTA 5 ook een eigen traject. Ja, dus ik denk eerlijk gezegd dat het alleen gaat om de stand-alone game. Mm -hmm. uh, dat hoop ik tenminste wel. Um, ja, die, die, ik bedoel, we gaan dan al vrij snel in de, in de fase terechtkomen waarin uh, die game getweekt wordt en getweekt wordt en getweekt wordt dat hij ja. perfect is. Dat is zeker een jaar werk, dus uh, um, ja, het verbaast me dat er nog niks gelekt is van GTA uh, 6, nee, want hij, ja. moet dus al ja, eigenlijk al heel ver gevorderd zijn. Het, het, het ding wat wat een beetje laatst gelekt was, was dat het. Uh... Colombia slash Miami zou worden. Wat, wat ik heel vet zou vinden. Zou ik ja. ook eigenlijk wel hartstikke ja, logisch vinden. Dat er cryptocurrency in zou zitten die je zou kunnen handelen. Uh, ook logisch, want Rockstar heeft het altijd gedaan met banken. Nou, dat er nu dan ook uh, cryptocurrency verhandeld kunnen worden. Niet, niet offline, maar uh, feitelijk in, in online. Game. In de game. Wat ja, grappig is natuurlijk. Um, wat ik wel een beetje het gevoel heb, is denk ik. gevoelsmatig die druk bij Rockstar op dit moment ook hoog is. Het, het feit dat ze bij Red Dead online. Um, dat ze daar mensen weghalen, dat ze zeggen als dat waar is dat laatste uh, dat ze even stoppen met die remaster, dat ze zeggen die mensen hebben het nodig voor GTA, ja, dit is daar alle hands aan dek om. Om die verwachtingen te gaan waarmaken. En, uh... en dan moet je ook even voorstellen, hè? alle hands aan dek bij Rockstar, dat zijn uh, ja. drie hele grote studios. Je hebt het echt over 10.000 man of zo. Ja. Die daar met elkaar. Dus nu. Wat we al een monsterklus om die mensen allemaal uh, tegelijkertijd aan de product te laten werken. Mm -hmm. Dus ik vind het echt heel knap. Dat is, dat is het een monsteroperatie. Die, die, jij zegt het al bijna beter dan GTA 5, is zo moeilijk. Het kan. Ja. Ik zeg niet dat het niet kan, maar um, ja, dat is het soms. Als je iets heel fantastisch hebt gemaakt, dan is dan... Wat zeggen ze altijd, sport van nummer 1 worden is niet zo moeilijk, maar nummer 1 blijven is fucking lastig. Ja, weet je, dat, dat, ja. dat gaan zij natuurlijk ook hebben. De verwachtingen zijn hoog. Dus we gaan het volgen dan. Uh, ja, dit vond ik wel het verhaal van de week. Uh, eigenlijk heb ik dit niet zo heel veel gehoord, maar. En dat komt omdat we dat weten van de rechtbank. Er is dus een werknemer van Sony geweest ja. uit Coevorden. Die heeft duizenden Playstation achterover gedrukt bij, bij Sony zelf. En dat ging dan vervolgens samen met een handelaar van een gamestore in Houderwijk, ha maar ook gewoon op internet. Heeft hij ze verkocht, eh, gewit gewast en dat zou dan 1,4 miljoen euro winst zijn geweest. Wie is die medewerker? Want de kans is groot dat we hem kennen. Natuurlijk. Nou ja, ik, ik, ik weet het niet. Uh, dit, 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 dat, dat staat er dan niet bij. Uh, ze hebben in totaal volgens mij 26 maanden uh, gevangenis gekregen ervoor. Oh ja, echt waar? Ja. Nou, als er iemand zijn telefoonnummer opneemt, dan weet je uh, hoe het zit. Dan weet je hoe het zit, inderdaad. Um, 1,4 miljoen euro winst. Ja, 6464 64 Playstations. Dat weet ik even uit mijn hoofd. 6464 Playstations. Ja, ja, dat is, dat is maar best hoe best... doe je dat, man? Hoe, hoe haal je dat uit het systeem? Ik denk niet dat het uit het systeem is. Ik denk dat het iemand is die verantwoordelijk was voor de shipment... en de, de, de toebedeling van die dingen. Nog steeds een paar doosjes? Uh... Ja, nou, niet een paar doosjes. Ja, uh, een hele pallet. paar 100 doosjes steeds, inderdaad. op. Dat gaat naar Hallerwijk. Ja, en, uh... Ik uh, zat nog op die, de, de, op die gameshop. Er bestaat nog steeds nog een, een, een webshop, Binky Games heet het. <laughs> het bestaat gewoon. Volgens mij echt. Heb ik heb er wel eens van gehoord. Zo, of, ja. <laughs> ja, en uh, ja, dus die kennis uit Limburg die verkocht ze dan weer door aan de game shop en die verkocht ze dan weer uh, tussen 2010 en 2018. Dus het zijn geen PlayStation 5, het is echt om, om PlayStation 4 en PlayStation 3. En hij is nu tegen de. En lab, wat is er 1,4 miljoen gedeeld door uh, wat was het? 6400 PlayStations waren het? 64. Oké, okay, wacht. even. Ga... ga jij even uitrekenen. Ben ik wel even benieuwd wat, uh, hoe dat precies uh, Wat was het? 1.2 miljoen, 1.4 miljoen. Ja, ik heb uh, inderdaad, ik heb thuis de premium dat, dat premium account hier speciaal even voor aangenomen. 81 cent om dit verhaal helemaal te lezen. Het was in Zwolle inderdaad. En ik, ik zag het maar bij één andere is 216 auto's. euro per console. Ja. Dat is dus de winst die gemaakt werd op een console. Maar hoe, als jij ze achterover drukt, dan maak je toch. Heb je 0 euro kosten? Ben ik nou gek? Nee, ze zijn wel afgerekend, die consoles. Ah. Dus die consoles zijn waarschijnlijk voor 216 euro bovenop de 500 euro. Dus voor 700, ik zeg maar wat, 700 euro mm. zijn ze verkocht aan Binky Games. En Binky Games heeft ze voor 800, 900 euro per stuk weer verkocht. Dus die heeft ook nog eens een keertje 1,4 miljoen of, of iets minder, whatever, uh, winst gemaakt op die dingen. En, um, ja. Ja. ja, je hoort het wel vaker, hè? Uh, soms ook van die boekhouders die dan gewoon ook steeds wat geld naar zichzelf toesluizen of dat soort dingen. En dat loopt dan op een gegeven moment wel. Uh, maar dit is vaker voorkomen. Hij is gepakt trouwens, uh, doordat hij... Um, Hoe weet je dat het een hij is? Uh, ik, weet dat een, een, ik weet dat het een hij is. Ik bedoel, dat in het andere uh, prime artikel ik heb hier even de log in niet, die heb ik thuis, hij uh, hebben ze het over meneer, man. Oké, ah, oké. Okay, okay. Hij gokte uh, exceptioneel veel voor iemand, uh, echt vijf ton. Ah, hij okay. heeft het, ja, dat is het domme ervan. Hè? Dan verdien je flink veel geld en wat doe je ermee? Dan vergok je het. Ja, natuurlijk. Ja. En hij vergokte zoveel dat het op een gegeven moment opviel van hoe kan jij zoveel geld hebben? En toen zei ze dat gaan checken bij de Belastingdienst. En ze zei de Belastingdienst, ja, maar dit is zijn, dit is zijn opgave, weet je wel normaal salaris. Dat kan, ja, dat kan helemaal niet. Miljoen, ja. En toen zijn ze gaan zoeken. En zo is hij tegen de lamp uh, aangelopen. Dat is dan toch wel weer het domme ervan. Maar dit dat hele ding is ook behoorlijk dom. Ik ja, als je inderdaad. Nou, ja, goed. Ik weet je, ik bedoel je. Kunt, het is heel moeilijk om je je af te oordelen. Je weet niet wat er allemaal misgegaan is. Ik denk eerlijk gezegd. Dit is een klassiek geval van iemand die dacht dat doe ik één keertje. En dan blijft het bij. En vervolgens ja. ben je uh, 64, uh, 164 uh, PlayStations verder. Uh, en dan kom je erachter dat er. Uh, ja, dat je er eigenlijk tot aan je nek in zit... en dat je niet meer uit kunt. Nee, en misschien dat, is hij nu wel blij. Maar ik, vind, ik moet je eerlijk zeggen... ik vind het um, uh, voor die kerel... het is allemaal wel leuk voor Binky Gameshop... <laughs> maar ik vind het uh, voor Sony echt scha fucking schandalig. Dat ze dit Nee, maar omdat zij hebben wat er eigenlijk gebeurd is, is dat er vanuit de voorraad van Sony mm -hmm. is er direct geleverd naar een partij die die prijs over de kop heeft uh, gegooid. In plaats van dat er gewoon geleverd is naar winkels die dat ding gewoon voor de normale prijs in de winkels liggen, ja. heeft Sony actief bijgedragen aan het feit dat ze uh, in de resellermarkt markt terechtkwamen, doordat een medewerker dat ze niet in de gaten hebben dat een medewerker nee. uh, ruim 6000 van die, van die consoles uh, achterover uh, heeft of tenminste, naar, vriend, naar een vriendje heeft verstuurd. Ja. En dat, is, dat betekent dat er gewoon in die, in die logistieke uh, organisatie van Sony van alles mis is. Mm -hmm. En dat ja, ik weet ik vind dat onvergeeflijk. Ik bedoel zij hebben zo ontzettende zooi gemaakt van de lancering van de PlayStation 5 uh, en de hele tijd me roepen van nee, maar de het is de meest succesvolle console launch, dit en dat. dat de kudding is nog altijd nergens te koop <laughs> en dat en dan heb je ook nog dit soort shit, weet je? Ik bedoel, ja. weet ik van misschien dat er in heel Nederland een keertje 100.000 uh, uh, van die consoles zijn verkocht, ik weet het niet eens, misschien dat nog niet eens en daar is dan 10 procent is van, um, uh, uh, wat, wat zeg ik? Uh, ja, zes je van honderdduizend. Ik denk dat er wel meer zijn. Maar goed, ja, ja. Iets ja. minder dan 10%. Dus dat. Um, nou goed. Dat, 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 nee, is dat toch het niet opvalt. Is, 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 is inderdaad. Er wordt niet, uh, niet goed genoeg op, uh, op gelet. En uh, ja, bizar verhaal. Uh, ik, ik vond het wel even grappig om, uh, om mee te nemen. Deze vond ik eigenlijk ook wel leuk. Um, dit is um, een gevalletje. Uh, als je iets tweet. Check dan wel even voordat je <laughs> iets tweet. Um, dit is blijkbaar een Franse. Nou ja, goed. Rechtse politicus uh, Damen Rieu. Uh, die uh, zei: Van het is de, de extreem leg. Die, dus, die uh, minister uh, Abe. Heeft vermoord. Uh, de, de premier van Japan. En um, toen heeft hij er ook een foto bij gezet. En dat was Kojima. Uh, dat was hem niet helemaal. Um, ja, die heeft gewoon net even iets te snel uh, geretweet. Um, Kojima. Extreem links, dat zegt hij. Dus Kojima wordt voor extreem. Ja. Maar waarom? Hij staat er wel met een Che Guevara-tas. Uh, ja, die ik, ik weet ook niet. Ik heb niet gezocht of de man die AB vermoord heeft, ook daadwerkelijk een beetje. Zo'n look heeft. Maar waarom is Kojima zo? Want die, waarom is Kojima zo in het marxisme? Want ik zie, ik zie hij heeft dan een maar, Russische hoed links. Ja. In het midden, de foto maar hij maakt met, duizenden maffe foto's. Hè. En daar ook. Ja, ik, daarop... ik denk dat dit een gevalletje is van heel snel willen retweeten. En uh, ja, dan ga je af en toe op je bek als je dat gewoon even niet checkt. Uh, misschien het is, denkt, het is wel grappig. Hij pakt het ook wel leuk op Kojima. Die heeft nu gezegd van hij wil er een proces over beginnen. Van, uh, op, op een grappige manier. Uh, misschien moet nee. je Een extreem linkse politieke partij beginnen. Dat, uh... ja, ik, ik zou niet weten wat zijn de overtuigingen. nou, ik denk dat hij wel, wel die nee. kant, nou niet marxistisch maar. Japanners zijn behoorlijk uh, conservatief over het algemeen. ja. en ik weet niet waar dat is maar. nee. Even. Uh, maar goed, Kojima dus, ja. De woordenaar van, uh, van premier. Uh, ik vind Kofi. het wel grappig ah, dat de eerste, de beste Japanner die je online vindt, daar ga, heb je maar zoiets van. Ja, Waar wij ze zeggen, allemaal zal hebben, we ja. denken van ze lijken allemaal op elkaar. Ja, inderdaad. Precies. Maar dat denken ja. ze ook altijd van ons. Ja. Dus uh, goed, volgende week hebben we weer een nieuwe editie van de. Uh, nou, dat weet ik niet, want jij gaat natuurlijk op vakantie. Ja. Ga ervan genieten. Dus dan, uh, dan ga ik even kijken wat ik met de Pep Show, uh, Show ga doen. Komt helemaal goed. Um, mocht er zakelijk nieuws zijn, dan hoor je het natuurlijk altijd bij Gamekings.